Jij bent samen met Sipke Hulshof naar voren geschoven. Hoe voelt dat om de eindverantwoordelijkheid samen met Sipke te hebben? Dus die eerste dagen vond ik het echt wel even heel pittig. En had ik voor mijn gevoel zo'n hoofd. Nou zullen er heel veel mensen zeggen dat ik toch al zo'n grote dikke kop heb. Maar ja, er gaat heel veel door je hoofd heen op zo'n moment. En als je dan een weekje verder bent, daalt het langzaam in en gaat het steeds natuurlijker. Is het lekker sparren met Sipke Hulshof? Ja, maar Sipke en ik werken natuurlijk al wat langer samen. En we zijn beide erg gek van het spelletje. In grote lijnen, maar zelfs in details, zitten we heel vaak op dezelfde dingen te letten. Dus het is heel leuk om met Sipke over voetbal te praten. In het middenveld, hier. Erik, jij hebt de eerste standverstijl linkshalf. Wij voelen ons er lekker onder hoe het op dit moment gaat, Sipke en ik. En gelukkig heeft dat geleid tot 2 overwinningen. Maar we moeten reëel zijn en ook wel nederig zijn in die zin. We hebben gewonnen van de nummer 17 van de Jupiler League en van de nummer 17 van de tweede divisie. Dus laten we vooral niet denken dat het vanaf nu af aan één groot Hosanna-verhaal is. We zagen je op het trainingsveld druk in de weer. Heb je de ambitie om hoofdtrainer te worden? Nou, ik vind het training geven hartstikke leuk. En dat heb ik de afgelopen jaren met heel veel plezier hier bij Cambuur gedaan. Als assistent, maar zeker ook bij mijn belofteteam afgelopen jaar en begin van dit jaar. Want als je wat meer verantwoordelijkheid hebt, dan mag je ook de besprekingen doen, de trainingen bedenken, de trainingen leiden. En dat heb ik als heel prettig ervaren bij de belofte. Ik vind training geven hartstikke leuk. Dus het zou raar zijn als ik zou zeggen dat ik geen trainer zou willen worden. Stel nou, Cambuur zegt tegen Arne Slot, wij willen met jou een traject ingaan en over een aantal jaar sta jij voor de groep. Zeg je ja of nee? Nou, volgens mij hebben we heel recent nog uitgewezen dat het niet zo heel handig is om zo'n traject met elkaar aan te gaan. Want iedereen valt over elkaar heen om te zeggen hoe onverstandig het van de KNVB was om Danny Blindel als opvolger aan te stellen toen Guus Hiddink nog bondscoach was. Dus ik geniet van hetgeen wat ik op dit moment doe, maar ik genoot net zo hard ervan toen ik een paar maanden geleden samen met Dennis van der Ree bij de belofte was. Want uiteindelijk is het als trainer je doel om spelers beter te maken en om spelers leuk voetbal te laten spelen. En als dat lukt, is dat echt leuker bij een eerste elftal, maar dat geeft ook heel veel voldoening als dat lukt bij een belofteteam, kan ik je vertellen.